Gusteel, gisteren hier aangekomen in Kazachstan, vandaag voor het eerst getraind. Een reis van 9 uur maar liefst. Hoe gaat het met je? Ja, goed. We zaten ruim. Ik vond het best een prima vlucht. Vergeleken met de andere vluchten die ik heb meegemaakt, was dit relatief een goede vlucht. Maar ik kan me toch voorstellen, zo'n vlucht van 9 uur, tijdverschil van 4 uur. Ja, dat is niet een ideale voorbereiding natuurlijk. Het is wat anders dan met de bus naar de arena bijvoorbeeld. Ja, dat is wel waar. Alleen we houden de Nederlandse tijd aan. Dus op zich maakt er niet heel veel uit. Alleen als je wakker wordt, dan is het wel al lang al licht. Dat is wel een probleempje, maar voor de rest valt het wel mee hoor. Ik had het erg verwacht. Nou, je hebt hier al net even kunnen trainen op het veld. Hoe is het op het veld? Hoe is het hier in het stadion? Ja, ik moet zeggen dat de faciliteiten echt goed zijn. Het is best een nieuw stadion volgens mij. Of weet ik niet zeker, maar het ziet er in ieder geval goed verzorgd uit. En het veld is geweldig. Ik weet niet hoe ze dat doen, want ze zitten midden in het seizoen. Maar ja, topveld. Ja, nou, het is in ieder geval hier wat koud dan in Nederland. Dat lijkt me wel lekker. Ja, het is ook goede temperatuur. Dus het is gewoon optimaal eigenlijk. Dus klaar om een goede wedstrijd te spelen. Ja, die wedstrijd is tegen Kairat Almaty. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Wat weet je van de tegenstander? Dat Arjavin daar speelde en die is inmiddels 37. Dus, maar ja, hij kan nog steeds wel ballen. Ik bedoel, hij heeft op het hoogste niveau gespeeld. En ik denk dat het gewoon een best prima ploeg is. Wat we hebben gezien, spelen ze ook wel verzorgd voetbal. Dus we kunnen wel wat tegenstand verwachten. En dan wordt morgen de eerste keer dat jij met de aanvoerdersband in een officiële wedstrijd het veld opstapt. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, dat kan druk misschien met zich meebrengen. Maar ik zie jou hier eigenlijk de hele tijd met een lach rondlopen. Volgens mij heb jij er alleen maar zelfvertrouwen van gekregen. Ja, in ieder geval geen druk. Nee, ik voetbal nog steeds hetzelfde. Dus het maakt voor mij niet uit.